Hier op de markt op Suriname verkopen ze Jumbo-tassen. En er is geen Jumbo hier te vinden. Nou, sorry hoor, ik vind het echt niet normaal hoor. Hoe kan je zo'n grote titel bij een pop zetten? Ik vind het echt niet normaal hoor. Hoe kan je dat nou maken? Dat is toch niet normaal? Nee, ik vind het echt niet normaal, sorry hoor. Dat is gewoon een schande. Nou, ik ben lekker in de stad. Goedemorgen, middagachtig iets. Dit is het begin van mijn vlog. Ik ben een beetje laat begonnen met vlog vandaag. Ik was vandaag allemaal souvenirtjes gaan halen voor, voor een paar mensen in Nederland. Niet voor iedereen, want als ik voor iedereen zou moeten halen, dan ben ik morgen nog niet klaar. Maar gewoon, ja, gewoon voor mijn mensen en zo. Dat wel even maar binnen. Toch gemeen. Nou, het is echt verschrikkelijk warm vandaag. Dus ik ga mijn schaafijsje eten, verder drinken. Eten, ja hoor. Drinken en dan aan mijn huiswerk zitten. Ciao, ciao. Alright jongens, ik ga samen met Leomi, het beeld is een beetje zwart, maar ik ga dus na een hele lange tijd ga ik weer zingen. Yay. En dat is super spannend. Dit moet meer gaan. Binnen naar welke camera ik moet kijken. We zijn beide aan het kijk naar jouw camera. Oké, en ik kijk gewoon. Jongens, luister gewoon naar die stemmen. Oké. De aarde koud. De bedding droog. De grond gebroken. Nu moet ik gaan. That's it. Dad! Oh. 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 Give me that! Hier op de markt op Suriname verkopen ze Jumbo-tassen. En er is geen Jumbo hier te vinden. En deze man is zo boos op mij, hè? Deze die hier langs loopt. Nu, links. Wat is er? Dit is geen foto, hè? Is vlog. Je komt op YouTube. Waar is je bier? Kijk, wij zijn bezig chillen te drinken. Hartstikke lekker. Proost. Waar proost op? Dit is wel erg man, achter het stuur, wat voor voorbeeld. Maar we redden niet. We redden niet, is niet eens gestaan. En ook nog een mango, mooi, nectar. Mm-hmm, heerlijk. Dit is chillen, ik zweer het, hè. Ik ben verslaafd sinds gisteren. Het is kapot lekker, bier met een met limoen en passievrucht, oh my god. Dit gaat misschien belachelijk klinken, maar het is mijn eerste keer. Belachelijk. En zij is in Suriname. Echt belachelijk. Nu gaan we het proberen. Ja, maar de wijn is op zoek. Doe maar die rondje, dat rondje. Ja, hè? Ai, ja. Meisje. Proberen. Waar proosten we op? Waar proosten we op? Op? We proosten een leven op. Lang. Leven lang, ja. Een leven lang, wat nog meer? Veel geluk. Geluk. Kracht. Gezondheid. Heel veel geld. Money. Oké. Hé man, ik ga eten. Zo lekker. Ik zeg het. Dat is wel lekker, ja. Wat? Dus het wordt van de parbo afgaan en chillen. Mm. Ik wist niet dat het zo lekker was. Dat is van parbo. Ja, maar parbo. Dit is van parbo bier. Ja. Zeg maar een vrouwendrankje hoorde ik. Het is lekker. Maar lekker zo. Het is echt lekker. Mm. Parbo chiller. Deze halen in Suriname. Heerlijk. Hartstikke lekker. Oké. Okay. Kom je in bed? Ik ga het doen toch? Die is toen een beetje naar achteren. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Rio Mitindo. Dit hier is meneer Anoniem.
Wij gaan zo meteen. Kom even in beeld. We gaan een patroontje doen. Lachgas. Hey. Ballonnetje. Oké. Hij heeft het nog nooit gedaan, dus hij weet de fuck niet wat hem gaat overkomen. Je gaat niet meedoen, hè? Wat? Je gaat meedoen. Je gaat overkomen. Ja, er gaat niks gebeuren. Dat is toch van de Mario gek? Ik kijk al naar mij van, what the fuck is this? Gaat het schieten? Oh, nee, gaat niks gebeuren. Je gaat het zelf voelen. Er gebeurt niks raars. Het is, gaat na een paar seconden is het weer weg. Wat moet je zeggen voor het eerst afgelopen? Wat moet je zeggen? Schietgebedje. Wat? Je moet even bidden. En twee, mond erop. Kijk nog maar. Wat is dat ding? Ik voel niet. Ryomi, doe nou wat. Ik voel echt niets, ik zweer het. Het lijkt alsof iets naar binnen gaat, maar ik voel echt. Een soort gas. Oh shit. Je hebt het verkeerd gedaan, daarom. Nee, ik voelde wel, dus iets gaat nap. Je hebt het verkeerd gedaan, dus ik weet niet of er nog in zit. Anders moet ik je nu geven, het blaast. Hoe is het? 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 Raar, ja. Why the fuck you lying? Maar je doet het verkeerd toch? Jij doet het blazen. Nu pas voel ik. Ik voel dat, ja. Het prikkeltje. Ja. Why you always lying? Stop shooting the people, they all gonna drop. Like murder for hire, you pay for the lot. All this bullshit, it's got to stop. Bad cop, bad cop, bad cop. Bad cop, bad cop, bad cop. Yeah, yeah. Here's what Baltimore and Ferguson have in common. They both have bad cops and brothers that are falling. Unnecessary murder by the boys in blue. When you rolling through, who protects us from you? Judge and jury is straight to execution. No testimony from the witness to the persecution. Never ask first, put them down in a hurry. Cause bad cops escape from an all-white jury. Even little kids aren't safe and sound. Bad cops killing kids on the playground. And when we try to speak up, they want us quiet. We try to protest and bad cops start a riot. Black skin like a sin in this game. How we always forget that we all bleed the same. Goedemiddag, morgen. Middag al, hè. Goedemiddag, mensen. Ik ben hier samen met mijn neefje. We gaan koken. Even laten zien wat we allemaal gaan maken. Vandaag gaan we maken gerookte kip. Het is sopropor. Surinaamse groenten. Hier zijn uien al gesneden. Hij is nu rijst aan het wassen. En wat gaan we maken? Pasta met taaienblad en kip gehakt. Dit is ons sopropopotje. Sopropo heet het. Wat zit er allemaal in, Sinclair? Vlees, gerookte kip, peper. Wat nog meer? Ik vind het weer. Sopropo? Sopropo, ja. Oké, en wat hebben we nog meer erin gezet? Blok, ja. Dinamoto, zwarte peper. Mm-hmm. Uien, tomaten. Ja, tomaten. Gaat het lekker zijn, denk je? Ga je echt goed voor. Ruikt het goed? Ja. Je liegt toch? Ja, het ruikt goed. Oké. Nou, dan gaan we nu ook die pasta maken. Ja. Nou, we zijn klaar met koken. Iedereen heeft lekker gegeten, sopropo en pasta.
Kunnen jullie even zeggen hoe erg jullie mij gaan missen? Gaan jullie me niet missen? Wat is dit? Dit vind ik echt erg. Het doet pijn aan mijn hart, jongens. Gaan jullie me missen of niet? Ja. Ja. Je kan gewoon eerlijk doen, Sikkelen, want daarnet zei je tegen mij, ik ga echt een foto met u maken, hoor. Nee, praat nog. Praat nog, Sinclair. Ja, ga maar zo. Hij is verlegen, toch? Nick! Hoe erg ga je me missen, Jerry? Erg. Wat is erg? Heel erg. Ga je huilen? Ja. Schat. En jij ga je huilen? Wat doe je? Je gaat niet huilen. Je moet huilen, joh. Denk aan jij. Even een kusje in de camera. Ciao mensen. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Ryomi Tindal. Vandaag heb ik als allereerste mijn haartjes gedaan. Even de bantu knots of hoe je het uitspreekt. Heb ik vandaag gedaan. Ik ga douchen. En dan ga ik me daarna opmaken. Ciao ciao. Welkom bij een nieuwe dag. Helemaal niet een nieuwe dag, want ik had net ook al gevlogd. Dit is dus wat ik met mijn haar gedaan heb. Uiteindelijk. Nou, het is één dagje voordat ik naar Nederland ga. En ik bouw echt als een stekker en zo. Want ik heb gewoon hele leuke mensen hier ontmoet. En de sfeer is echt gezellig en zo. Ja, ik heb gewoon veel meegemaakt in Suriname in dit bijna twee maanden tijd. En ik wil gewoon best wel hier blijven. Maar ja, morgen gaan we naar Nederland. En ik mis ook de mensen daar wel. Dus aan de ene kant ben ik ook wel blij dat ik weer mijn vriendjes en vriendinnetjes ga zien in Nederland. En mijn scharreltjes daar, weet je wel. Hey, ik zag soms echt dingen op die vlog. Dat mensen gaan denken van, wat de fuck is met deze chick? In ieder geval, het is natuurlijk een geintje, maar in ieder geval mijn vriendjes en vriendinnetjes en mijn familie. En die mis ik wel heel erg, dus zo, hallo! Heb je nou te pissen hier? Wat denk je nou wel niet? Ik kan echt niet, hè? Hey, wat ben je nou aan het doen, joh, gekkie? Sorry dan, hij was gewoon pissen. Doodlachen. In ieder geval, dus ik ga nu even de laatste dingetjes regelen. Laatste souvenirtjes en zo halen voor familie en vrienden. En dan, nog heel even genieten van Zwitserland. Ciao! Hallo mensen, ik heb vandaag de hele dag niet gefilmd. Dat ik druk bezig ben met voorbereiden om weg te gaan naar Nederland. Het is even een verdrietig momentje. Ik denk dat ik Suriname wel heel erg ga missen en ik ga nu even al mijn koffers uit de taxi halen en dan gaan we inchecken. Ik ben moe man, ik heb slaap ook. Dus mijn gekke wil erin slapen. Ciao ciao. Oké, mensen, ik zit in de vliegtuig. Met heel veel gehaald en zo. Iedereen is nu aan het instappen in het vliegtuig en zijn handbagage sorteren. En ik zit al op mijn plekje. En ik ben erg benieuwd naar de vlucht. En komst in Nederland. En tot die tijd is het even iedereen missen in Suriname. En hopen zo snel mogelijk terug te gaan naar Suriname. Dus dat is het eigenlijk. Mijn reis gaat zo beginnen. En ik hoop dat ik de ene vlucht kan slapen, man. 9 uur te slapen. Nou, ik zie jullie later. We gaan. Meneer, ik ben zenuwachtig, hè? Oei, ja, man. Ik ben echt eng. Serieus? Ja, ik ben echt eng. Eerst was ik met mijn moeder toch, en nu ben ik helemaal alleen. Ik heb nog nooit alleen gevlogen. Yeah.
Goedemorgen allemaal. Ik zit hier. Ik ben. Ik zit hier. Het is de volgende ochtend op mijn vlog. We moeten nog heel even vliegen. Ik denk ongeveer een kwartiertje. We hadden net echt zware turbulentie en zo. Ik was echt huilen. Want ik was bang. Ik zat met deze man die me een beetje moed heeft ingesproken. Deze man, hè? Hij zegt allemaal rare dingen tegen de stewardess en steward. Zegt u mij in de camera? Ja, de kapsel is mevrouw die onder de stoel was. Daar heb ik geen last van, hè? Geen last van? Heeft u last van mij? Ja, dat is een beetje ook, man. Hier loopt de snurken en de gos. Klopt er wat, hè? De snurken? Ja, de hele avond heeft u wakker gehouden. Wow, u heeft ook geslapen en rechtop. Ja, ik heb rechtop. Maar... Hij kon zijn stoel niet naar achteren doen. Oké, okay, nou mensen, we gaan landen. Doei, want dit wil ik niet filmen hoor. Nee, chicken. Nee, chicken. Oké, okay, is goed. Wacht, dan film ik het wel. Oh my god. Oké, okay, we gaan. Heel zachtjes. In Suriname ook heel zachtjes. Ja. SLM is echt goed wat, qua landing en zo. Sowieso ook qua service. Ik vind ze gewoon, ja. En waarom klappen ze eigenlijk? Ik weet niet. Waarom klapt u niet? Ja, omdat ik nog niet gestopt ben. Ja, dat ik ook niet. Dat heeft mijn moeder me ook altijd geleerd. Hallo mensen. Ik ben terug in Nederland. Ik sta hier op Schiphol te wachten op mijn vervoer naar Rotterdam. Ik ben blij dat ik terug ben, maar ik mis Suriname echt heel erg en ik had niet verwacht dat ik het zo erg zou missen. En dat ik, ciao! dat ik, dag meneer, doei! Dat is die meneer waarmee ik heb gereisd. Hij was echt heel, heel tof en aardig tegenover mij. En ik had echt niet verwacht dat ik Suriname zo erg zou missen, maar ik mis het echt enorm erg. En ja, ik denk dat ik gauw genoeg terug moet gaan om lekker te genieten van Sweeties Ranang. En als ik thuis ben ga ik lekker douchen. Dan ga ik even mijn zaakjes op orde zetten. En ja, dat is het eigenlijk. En dan lekker genieten weer van mijn huisje. Hey. Nou, ciao. Hoi allemaal, bedankt voor het kijken naar Life with Rerome. Wil jij meer avonturen zien? Vergeet dan niet te abonneren. Life is good when we share it. Ik weet niet wat ik zou moeten doen. Schat, als ik jou niet bij me haal. Hou me vast en laat me niet meer los. Oh, nana. En ook al ben ik...